nadert Jury daarmee zijn climax. Ja, iedereen wil natuurlijk bij deze wedstrijd erbij zijn. En het stadion zit er nou propvol. Kijk maar eens even. Vandaag krijgen we dan de eerste confrontatie tussen oude teamgenoten. Ja, en ik ben benieuwd hoe deze nieuweling zich houdt tegen zijn oude club. Dit is echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Geen idee wie hier als winnaar van het veld zal komen. Maar daar komen we vanzelf al achter. We zijn begonnen. Toornstra. Ziyech. Klaasie. En hij is de bal kwijt. Doornstra. Snel teruggekaatst. En die actie wordt beloond met balbezit. Gaat hij het nu doen? Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Ik kan hem nu voorzetten. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. De bal gaat via die speler over de lijn. Ziyech. Doornstra. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Kans. Ze strijden om de bal. De achterhoek. Wordt dit wat? Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten, zeg. Gaat hij voorzetten? Nu komt het. Weggewerkt door de verdediger. Doornstra. Die voorzet draait naar binnen. De kopbal was goed, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goed gepakt. Ziyech.
Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Doet hij goed. Natuurlijk. Prima doelpunt, maar wat een paas, Jury. Ja, hij heeft er alleen maar zijn voet tegen aan te zetten. De goal vanuit een andere hoek. Die bal gaat erin. En eindelijk dus een beetje leven in de brouwerij. Ja, dat hadden we nodig even. Slecht gedekt, zeg. Ziyech. Stans. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Dit had het thuispubliek niet zien aankomen. Ze zijn helemaal stil van die late goal. De scheidsrechter heeft het startsein voor de tweede helft gegeven. We gaan dus weer beginnen. Schiet! Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Klaasie. Ziyech. Vilena. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ziyech. Ja, en nu? Wordt dit een doelpunt? De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Van Diemen. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje elke paas komt aan. En dan kan voetbal toch zo simpel zijn. Ja, en nu? Het is een doelpunt! Helaas, dit feest gaat niet door. De grensrechter vlacht al buiten spel. Bal is uit, ze mogen ingooien. Ojo. Nu zal er een voorzet komen. Ruimte en tijd heeft hij zat. Het gevaar blijft. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Immers.
Ziyech. Wat gaat hij doen? Zelf op avontuur of geeft hij de bal af? Ojo. Vrije trap op een belangrijk moment. Er komt de verse kracht in. De muur steelt een paar decimeter en de scheidsrechter laat het toe. Ze proberen de muur een stap naar voren te schuiven, maar dat laat de scheidsrechter niet toe. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dat zie je ook terug in dit overzicht. Ja, ongeveer evenveel balbezit even. Een wissel in de ploeg die voor staat. En zo willen ze uiteraard aan de leiding blijven. En de bal gaat uit via de speler. Daar heb je het al. De trainer haalt hem naar de kant. Schetsen, jongen, je hebt duidelijk een baal dat heeft. De toeschouwers fluiten hem uit, moet je horen. Als ik hem was, zou ik deze wedstrijd maar snel vergeven. Een poging van de coach om het overwicht te behouden. Vers bloed helpt daarbij om de voorsprong vast te houden. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Nu komt het. De voorzet belandt in de handen van de doelman.
Knap hoor, zoals ze deze wedstrijd naar zich toe hebben getrokken. Ze zijn erdoor. Op naar de halve finale. Nou, het was een geweldige wedstrijd. Dit was even te Napel en ik wens u een goede avond.